Nee, alsjeblieft. Nee. Ik dacht dat wij familie waren. Mijn stad. Perfecte plek voor het handelen van drugs, wapens, alles wat je op het vuur stelt. En ik heb hier alles in handen. En iedereen dat ons tegenwerkt, wordt uit de weg geruimd. Ja, welkom in Temse, commissaris. Ik ben Jonathan. Zeven onopgeloste moorden het laatste half jaar hier in Temst. Dan moet jij mij eens uitleggen hoe doet het dat? Ja, kunnen wij niet veel aan doen, hè? Die mannen laten geen sporen hoor. Dat is our job, ja. Om er iets aan te doen. Ja. Tegen maanden vroeg wil ik dan allemaal dat bewijsmateriaal hier op mijn bureau ligt. Ja. Heb je dat goed verstaan? In orde, chef. Salut, hè. Jonathan? Lovely. Zeg het eens, matje. Wat zei je nou? Ik moet oppassen, of wat? Als er iemand moet oppassen, zit hij uit, hè, matje? Vergeet dat niet, hè? Ja, weet je wat ik allemaal vragen gedaan heb? Ja, tuurlijk, dat is. Ja. Dat is gewoon een man, ik heb niet onder controle. Ja, doe jij gewoon dat job. En dat je wanneer bij wetse, maar vader op mijn buurt blijft. En dan moet jij verzorgen. Ja, ik heb het proberen. Ja, ik heb vanavond een dikke deal. En moest er vanavond iets zijn, ik heb mijn gsm-nummer. Laat mij gewoon niet weten. Misschien die ik daar tatten en niet zien. Normaal deel, Colombia dan geld. Je moet allemaal niet weten, man. Je moet gewoon mijn grieven, man. Ik heb hier drie verdachte personen aan het station van Temse. Mogelijk betrokken bij een drugsdeal. Ik zal deze blijven volgen.
nieuws. Een extra nieuwsbericht. Een politieagent is vannacht doodgeschoten bij een interventie in het centrum van Temse. Na een klopjacht is er nog geen verdachte opgepakt. Het is niet de eerste keer dat Temse wordt geteisterd door moord en bendegeweld. Gisteren werd bekend dat een politieman is aangehouden omdat hij tientallen keren onterecht gegevens van mensen zou hebben opgevraagd uit politiesystemen. Hij wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim en het achterhouden van belangrijke informatie. Tot de crisis, ik heb hier een aanhoudingsmandaat. U wordt aangehouden op verdenking van moord, afpersing, bendevorming en handel in verdoving. Deze avond werd een van de kopstukken van de bende van Wesley V. gearresteerd. De man wordt gelinkt aan verschillende onopgeloste moorden afgelopen jaar. Politie Temse blijft met man en macht verder zoeken naar de bendeleider die al geruime tijd Temse terroriseert.